bij een gloednieuwe Reageer en Win. Hallo allemaal. En ten eerste heel veel liefde van mij aan jullie. Ik heb jullie gemist, denk ik, 2 weken of zo. Want Gamescom kwam ertussen en nog wat anders. En hele dikke shout-out trouwens naar, ik denk dat het Da Vinci-stijl was. Die had ergens gekomen dat hij mij leuk vindt presenteren. Nou, dankjewel daarvoor. Waardeer ik zeer. Misschien was het voor iemand anders, maar ik doe het nu echt uit mijn hoofd. Eigenlijk ben ik heel erg benieuwd wat jullie ten eerste vonden van Gamescom. Daar was ik natuurlijk vorige week en... Man, wat een gekte. Allemaal mensen die weer half dood gaan om games te checken. Maar het is vooral natuurlijk heel erg leuk. Mijn hoogtepuntje was in ieder geval Assassin's Creed Odyssey. Daar kijk ik toch wel heel erg naar uit. Ik kijk ook heel erg uit naar Red Dead Redemption. Maar ja, Rockstar is niet aanwezig op Gamescom, zoals jullie weten. Ik wil eigenlijk wel even weten waar jullie naar uitkijken. En hoe jullie Gamescom ervaren. Of ervoeren. Dus ervaring hebben, wou ik eigenlijk zeggen. Alright, dan gaan we door naar de prijzen die jullie vorige week konden winnen. Dat was, dat waren bioscooptickets voor, ik weet niet eens hoe ik het uitspreek, AXL. Dat is heel Nederlands. Maar in ieder geval die science fiction film met robothond. En Onrush konden jullie winnen voor de PlayStation 4. Laat ik beginnen met de bioscooptickets. Wat jullie moesten doen was reageren onder de Reageer en Win en op een Gamescom artikel. De eerste winnaar is geworden Johannes Lol. Nou, die man die heeft volgens mij een hoop lol met XGN en de prijzen die hij wint. Hij zegt, gefeliciteerd iedereen, ik heb eindelijk weer een beetje tijd, dus even naar de bios zou wel leuk zijn. Ik mis naar de Gamescom gaan, wel, helaas was het dit jaar te druk. Maar jullie leuke foto's op Instagram voelt het toch een beetje alsof ik bij ben. Oh, tof zeg, dat je gekeken hebt op Instagram. Ja, we hebben geprobeerd om jullie een beetje op de hoogte te houden via social media. By the way, gaan jullie nog iets doen met IGTV... in ieder geval een goed weekend gewenst. Hey, hij doet het slim. Hij gaat gewoon commenten en een vraag stellen. Maar nee, dat ligt niet echt in de pijplijn. Nu je een vraag stelt, vind ik het wel leuk om even een testcase te doen. Want ik dacht het echt opeens vannacht. Vroeger hadden wij bij XGN natuurlijk... Welkom op deze prachtige zonnige meidag. Het is weer dinsdag en daarom tijd voor de nieuwe Q&A Tuesday. De nieuwe Q&A Tuesday, ik sta hier met Tony. En wat is vandaag? Wat is vandaag? Wat is vandaag? Het is vandaag dinsdag. Battleborn-dag. Battleborn-dag. Kijk eens aan. Kijk, ja, ik denk inderdaad. Q&A Tuesday. En ik weet dat een paar oude kijkers, zoals RGForce, volgens mij dat best wel leuk vond. Laten we een kleine test doen. Volgende week ga ik een van jullie vragen beantwoorden. En dat mag inhoudelijk gaan over een game. Dat mag iets gek zijn. Als het te gek wordt, ga ik het toch niet beantwoorden. Dus wil jij dat in de Reageer en Win een soort van standaard 1 vraag per show beantwoord wordt? Ga dan hieronder je vraag stellen. Goed, dat gaan we testen. Dan gaan we door naar de volgende winnaar. En dat is geworden Just B. Ook jij wint bioscooptickets. Jij zei, ik ben echt benieuwd hoe het zelf speelt en aanvoelt. Vond, waar zeg je dat op? Oh, sorry. Jij zegt op alle nieuwe FIFA gameplay features. Je bent benieuwd hoe het zelf speelt en aanvoelt. Vond de journey wel een leuke toevoeging, maar ik mis wel een beetje diepgang in die mode. Op een gegeven moment wordt het voor mij saai. Ja, ben ik het eigenlijk wel een beetje mee eens. Ik wilde heel lang een verhaal zeg maar hebben in FIFA. En toen het eindelijk kwam, ja, valt het me op dat ik toch meer FIFA potjes ga spelen dan echt met die journey bezig ben. Ik doe het altijd wel, maar eigenlijk vind ik dat toch niet het leukste van de game. Terwijl ik er heel lang op gewacht heb. Ik zag ook een comment van jou, Anna Stroom, dat je ergens zei van ik wist niet dat Rox van FIFA hield. Nou, ik speel het elke week en al heel lang. Ik wil niet zeggen dat ik mega goed ben, maar af en toe maak ik wel leuke goaltjes, al zeg ik het zelf. Huppa! Lekker slaat dan. In ieder geval, Just Be, Johannes Lol. Jullie winnen tickets voor de film. Veel plezier gewenst. Stuur even een mailtje naar r.v.d.helm@xgm.nl. En dan komen die tickets jullie kant op. En we hadden eigenlijk 6 tickets. Dus 4 zijn vergeven. Maar ik heb er nog 2. Het lullige is eigenlijk dat jullie je niet aan de opdracht hebben gehouden. Want je moest dus wel meerdere dingen doen. Je gaat het niet zomaar winnen. Je krijgt wel eenmalige kans om deze tickets te winnen door mij voor vrijdagavond een mailtje te sturen en mij te overtuigen waarom jij heen moet, want anders ga ik gewoon lekker zelf. Hey. Alright, dan gaan we door naar Onrush voor de PlayStation 4. Die ligt dus hier, die is gewonnen door Axel DC.
Jij zei, best grappig om te lezen, dat het Toy Story deel, dus het gaat over een artikel van Kingdom Hearts tijdens Gamescom, er in de game mooier uitziet dan in de film destijds. Ik kijk er echt naar uit om dit deel te spelen, want je begeven in de filmsettings waar je naar keek toen je klein was, is toch echt een heel bijzondere ervaring. Zeker als ze dan ook nog eens visueel mooier zijn. Hopelijk matchen ze alles op hetzelfde niveau als het visuele, want dan wordt dit echt een pareltje. Nou, als jouw geld, stuur even je mail en dan komt die game zo snel mogelijk je krant op. Dan gaan we door naar de prijs van deze week. Je ziet het hier al liggen. Black Panther, een Marvel film. Goed ontvangen, internationaal ook goed ontvangen. Moet zeggen dat ik zelf de hype niet helemaal snap. Ik vind het een hele toffe film, maar ik vond Infinity War echt keer 10 beter. Maar Marvel's Black Panther is wel echt een goede film hoor. Daar niet van. Maar om nou te zeggen dat die echt veel beter was dan andere Marvel films, ik denk het niet. Daarmee doe je de andere Marvel films tekort. In ieder geval, hij is gerealiseerd door onze Jordi Gomez. Die gaf de film 8,5. Die zei, sterk acteerwerk, vormgeving van Wakanda. Wakanda forever. Heerlijk Afrikaans sfeertje. En als minpunten zei hij, verliest soms de focus. Oh ja, en als pluspunt had hij nog een interessante slechterik. Dus, wil jij deze film winnen op DVD of op Blu-ray? Laat hieronder even in de reacties weten of je meedoet voor een DVD of een Blu-ray. Wel handig om die voorkeur even te weten. En wat ik wil is dat je gewoon op 3 artikelen reageert deze week. Dus ik zou zeggen, doe dat onder de reageer en win. En doe dat op nog 2 artikelen. Dan zou ik zeggen, succes met de opdracht. Wij zijn alweer klaar met deze show. Dus dit is gewoon een hele dikke knipoog naar RGForce. Want ik ben wel in staat om 1 keer de reageer en win op te nemen. En een goed weekend gewenst.